What does Marcellus Wallace look like? As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Yeah, baby! Yeah. Just leave it. But where? I have to return some videotapes. Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van de Videocorner Review episode. En vandaag gaan we bespreken The Promised Land. Een Scandinavische film, deze film, met in overal Mads Mikkelsen. Jongens, we kijken natuurlijk niet heel vaak Scandinavische films. Nee, klopt. Hebben jullie naast Sisu nog andere Scandinavische films gekeken? Ooit wel eens een keer. Ik heb Sisu. Met Sisu heb ik eigenlijk alles onderuit gehaald, bij jou heb ik het idee. Ik wou net Sisu zeggen. Maar. Nee, ik ben. Ja, ik weet niet. Ik heb niet zo vaak met Scandinavische films of series. Ja, een serie heb ik ooit gezien op Netflix. Snabbakash heet die. Snabbakash. Ja, die was wel leuk. Maar verder nog niet. Nou ja, nu wel. Ja. Jij? Ik. Ja, ik heb Fathers and Mothers gekeken toevallig. Hmm. En de Anne uit deze film, die nu ook op achtergrond afspeelt, The Promised Land. Ja. Amanda Collin, die speelt ook schijnbaar in Fathers and Mothers. Maar okay. Dat wist ik vooraf niet. Kwam ik achteraf pas achter. Ja, ja, ja. En Fallen Leaves, Finse film. Okay. En Sisu. Ja. Ik heb misschien nog heel veel Scandinavische films gekeken, maar dan kom ik niet zo 1, 2 op. Maar misschien na deze film moeten we ons meer interesseren in Scandinavische films. Er zijn heel veel interessante Scandinavische films. Ja. Fallen Leaves was ook gewoon echt leuk. Ja. Fathers and Mothers was ook wel leuk. Dat is best wel, ja, het is een soort van comedy. En dan zijn het allemaal ouders van kinderen. En dan die ouders gaan dan met de kinderen op kamp. Mm. En dan die ouders zijn natuurlijk ook allemaal een beetje jeugdig geweest, ja, maar dan kunnen ze een soort van jeugd herbeleven daar en zo. En dan gaat het dan vooral om de belang van het kind. En die vindt het dan weer niet leuk dat de ouders zich allemaal zo gedragen. Oh, barst er een bom en dan komen ze allemaal toch weer bij elkaar. Maar wordt er gesmoked en de een en de andere vader en moeder gaan dan de bosjes in. Ik noem maar wat, weet je wel. Ik heb ooit eentje gekeken en toen dacht ik bij mezelf, dit doe ik nooit meer. Hmm. Vanwege taal of vanwege... Nee, taal niet. Het was film op Netflix, maar ik zet hem gewoon op Engels. Daar niet van. Maar je kan niet aan de hand van één film zeggen van ik ga nooit meer zo'n film uit die streek kijken, toch? Nou, het was een serie waar ik aan begon. Na één aflevering dacht ik bij mezelf, joep, skip, delete, weg. Ja. Dat was Troll. Ken ik niet. Is dat niet van DreamWorks? Nee, niet die Trolls. Oh, die Trolls. Nee, ik heb het over Troll. Echt gewoon... Waar gaat het over dan? Dat gaat over een... het gaat over een vrouw die in Noorwegen is dat volgens mij. Mm-hmm. Die gaat dan dingen opgraven. Wat was dat beroep? Archeoloog. Ja, een soort van archeoloog is het. En dan gaat ze gewoon natuurwonderen opgraven. En op een gegeven moment komt er dus een aardbeving en een explosie. En er gebeurt wat. En uit die berg komt gewoon een trol. Een gigantisch grote trol. Mm. En dan proberen ze dus die trol tegen te houden. Die... Ja, oké. Okay. Ik snap wel dat je me hebt geslagen. Ja, het was echt... Nou ja. Niks. Nee, is drie keer niks dan. Nee. Oké. Ja, The Promised Land. Met een overal Mads Mikkelsen. Laten we beginnen. Jongens, kunnen jullie de film omschrijven in één woord? Hakan? Emoties. Emoties? Rauw. Rauw? Ja. Ik zeg elite. Elite, ja. Ja. Nou ja, waar gaat de film over? Nou, ik zal hem even erbij pakken. Deze film is gebaseerd op het boek van Isa Jessen, genaamd The Captain and Anne Barbara. Nou ja, de film speelt zich af in Denemarken in 1755. Ludwig Kalen, gespeeld door Mads Mikkelsen, is een arme soldaat die op de heide aardappelen wil telen. En hiervoor heeft hij toestemming gevraagd aan de koning. Die heeft er natuurlijk toestemming gegeven. Alleen is er weer een rijke luiszoon, de Schinkel. De Schinkel. Die claimt dat de heide zijn grondgebied is. En doet er alles aan om Ludwig te dwarsbomen. Want hij wil er natuurlijk weer een centje uitpikken. Ja. En daarom zeg ik weer elite. Ja, want die elite die hebben altijd weer een vinger in de pap. En, ook een recente gebeurtenissen in België. Jongens. Ja, ik zei net rauw. Ja, ik vond het gewoon... Echt goede film. Zo puur. Ik weet niet hoe... Het gevoel dat... Het heeft niet veel nodig om een goede film te zijn. Nee. Dat is het. Deze film is daar hier de voorbeeld van. Ja, ik zeg emoties. Gewoon puur... Je hebt gehuild.
Nee, dat, oh, okay. Dat niet. hoe die film jou emotioneel meeneemt, dat hij op een gegeven moment... eerst is hij ook zo afstandig van iedereen. En op een gegeven moment met dat kleine meisje... Ja. Neemt hij dan in huis en zij zegt papa. En op een gegeven moment komen die kolonisten komen. En dan zegt ze op een gegeven moment, zij moet weg. Mm. Want zij is donker. Ja. Zij brengt ongeluk en dan gebeuren er dingen. En op een gegeven moment neemt hij het besluit, stuurt hij haar weg. En dan zie je toch dat het een veranderd mens is. Ja, dat is een beetje... hoe zou ik zeggen? Je hebt een lineaire karakter. En je hebt een karakter met een curve. Ja. Het is altijd dat de lineaire karakter ervoor zorgt... dat de karakter met een curve gedurende de film aanpast. En zij was dan de lineaire karakter en hij was dan de karakter met een curve. Ja, ja, ja. Zo zie je er nog talloze films, kun je deze theorie toepassen. Ja. En dan zie je altijd ongeveer hetzelfde resultaat. Dat de een de ander volledig aanpast. Klopt. Ja. Maar Mads Mikkelsen, willen we daar nog even kort over hebben? Ja, van tevoren dacht ik al, het is een goede acteur natuurlijk. Ja. Maar met deze film bewijs je dat nogmaals. Nog een keer, gewoon, ik ben echt fan van hem geworden, man. Ja, je was daarvoor niet fan? Ja, niet zozeer fan, maar gewoon, ik kende hem natuurlijk. Ja, maar vond niet zo boeiend. Nou, niet zo boeiend. Hij sprong er niet tussenuit. Ja, zoiets. Maar echt goede acteur, man. Ja, ik had Mads Mikkelsen vooral, ken ik hem als Le Chiffre. Van de James Bond Casino Royale. Oh ja, ja, ja. Ja. En ik heb nog een theorie daarover. Ja, hij kwam me bekend voor. Voor de rest kende ik hem helemaal niet. Maar hij speelt ook Hannibal dingen, toch? Hannibal in die serie. Niet gekeken. Maar ik heb een theorie over zijn oog en Casino Royale. We hebben natuurlijk ook gekeken naar Indiana Jones. Mm-hmm. Daar komt hij zo het wagonnetje op zo. Mm-hmm. En dan krijgt hij zo'n paal op zijn hoofd. Yeah. En ik denk dat dat de oorzaak was van één blinde oog in Casino Royale. Oké. Okay. Ja. Nee, maar ik had eerder Mads Mikkelsen is sowieso al een acteur die ik wel waardeer. Mm-hmm. Maar ik had ook een keertje iets over hem gelezen van hoe hij is opgekomen. Dus ik heb dat weer opgezocht. Le Chiffre was dan echt zijn doorbraak in Hollywood. Mm-hmm. Daarvoor had hij nog Hannibal. Hij deed vroeger schijnbaar heeft hij dus gestudeerd voor dansen. Oh, okay. En hij heeft volgens mij tot zijn 90ste of tot de jaren 90 of zoiets heeft hij gedanst. Je kan hier nog filmpjes vinden van op YouTube. Dan zet hij echt in theater zo, hey, is hij aan het dansen. Ja, ja. Maar ook is hij dus later geswitcht naar acteren. Mede ook door zijn broer. Volgens mij was zijn broer was ook een acteur. En je kunt dus zijn dancing skills kun je dus zien in de film Another Round. Die heeft volgens mij in het Scandinavisch heet hij druk of zoiets. Druk? Of drunk of zoiets. Ja. Kun je ook vinden op Netflix, volgens mij ook op Prime. Daar zie je hem ook zo dansen en bla bla bla. Dus dan weet je waar het vandaan komt. Ja, precies. Ja, in 96 heeft hij in deze film gespeeld, The Pusher. Dat was zijn doorbraak. Hiermee begon hij veel leading roles te krijgen in Denemarken. En vervolgens kleine rollen in Amerika. In 2006 viel hij in aandacht door Le Chiffre in Casino Royale. En sindsdien heeft hij heel veel succesvolle rollen gekregen, waaronder andere dus ook Hannibal. En The Promised Land, onder andere. Ja. Maar The Promised Land is Deens, by the way. Ik weet niet waarom ik dat zei. Ja, dingen ook. Die Another Round is ook een Deens film. En die Pusher is ook een Deens film. Maar het is nu wel een gevestigde naam in Hollywood geworden inmiddels. Wat hadden jullie vooraf van de film verwacht, Hakan? Je zei nog een aantal dingen voordat we gingen opnemen. Ja. Ik, ik startte de trailer. Ik denk even kijken. Wat je moest de film kijken, niet de trailer. Ja, maar, ik startte de trailer op en ze begonnen Deens te praten. En ik stond al te kijken. Ik denk, oh nee, Orm, wat trek je me nou weer mee naartoe? Ja, je hebt niet zoveel met indiefilms, hè? Dat moeten we ook vooraf zeggen. Ja, films waar heel veel in gepraat wordt, heb ik niks mee. Hmm. Maar ik heb gisteravond de film gekeken. Ik startte hem op. Normaal duurt het even, moet ik 20 minuten verder zijn, weet je wel, voordat je echt in het verhaal komt bij dit soort films, heb ik. En bij deze film, na 5 minuten, had die film die had me zo te pakken en die sleepte me gewoon, de rest van de film heeft hij me gewoon meegesleept, weet je. De scènes, de emotionele scènes, het acteerwerk. De plaats waar ze filmen. Allemaal dat soort dingen, weet je wel. Ja. Het Ruikeluis. Het Ruikeluis. Hij had zo'n bloed onder je nagels van aan die Ruikeluis, jongen. Ja, inderdaad. Dat had ik. Maar je zag ook dat hij in het begin... was hij bereid om alles te doen... om ook bij de elite te horen. Ja. En naarmate de film kwam hij op een gegeven moment... merk je gewoon aan hem...
dat is niet alles. Nee. Want hij had eerst... kwam hij alleen? Waarschijnlijk is hij heel lang alleen geweest. Dus hij was geweest. Hij heeft zijn eigen geld geïnvesteerd. Ja. Voor dat projectje. Ja, oké. Okay. Maar hij kwam alleen. En waarschijnlijk was hij dat gewend. Mm-hmm. En toen had hij in één keer heel veel mensen om zich heen. Hij had dat kind had hij bij zich. Die vrouw en die man. Anton. Anton kwam ze brengen. Anton. en kwam in zijn leven, weet je wel. En op een gegeven moment, toen zij dan weer allemaal weggingen, zag je hem ook weer veranderen. Ja. En toen dacht hij van, dit wil ik niet. Nou, je ziet ook aan het einde, zie je een aftiteling zie je ook staan, dat hij dat stuk grond heeft verlaten. Ja, klopt. Ja. Ja. Wat had jij vooraf verwacht? Ja, vooraf ik, op zich... Heel veel hop, die loopt die nog niet. Nee, maar gewoon op de trailer afgaand dacht ik echt, wat is dit voor verhaal? Een beetje raar of zo, ik weet niet. Puur op de trailer. Maar ja, nu ik de film heb gezien, wat me echt meest opviel was wel het landschap of zo. Ik vond het echt super mooi gefilmd. Ja. Het landschap dat ze hebben gebruikt. De heides. Ja, die heide van Denemarken. Ja. Echt mooi, man. Ik wist dat niet eens dat het zo mooi was nee. eigenlijk. Nee, het is ook mooi. Maar het ding is dus van... Ja, hij gaat daar dus een soort van eigen dorp opzetten. Hij gaat daar, hoe noem je dat, groente kweken. Of hij gaat temmen. Hij gaat het grond temmen, want het grond is echt wild moeras. Ja, klopt. Of ja, moeras noem je het een moeras. Ja, daar groeien heel veel onkruid. Ja, daar. Precies. Vandaar dat het ook een beetje een onmogelijke task was. En wanneer ze merkte van, hey, het gaat best wel goed. Ja. Wilde die rijke luisjongen geld gaan eisen. Soort van, hij wilde samenwerken en noem het maar op. En dat liet hij niet toe. Ik vond het einde wel het ultieme... Revenge of zo. Ja, het einde was wel weer van, Mads Mikkelsen, ja. Ja, want hij is de hele film is hij best wel kalm, weet je wel. En, maar dan moest er toch wel een moment moeten eruit. Ja, tuurlijk. Klopt, want je hebt Mads Mikkelsen gekast, dus... The Promised Land stond in de shortlist van de Oscars voor Best International Feature Film. Maar is er niet doorheen gekomen. Uiteindelijk zijn het geworden Io Capitano, Italiaanse film Perfect Days, Japan, Society of the Snow. Die hebben we gekeken, Spanje. The Teacher's Lounge, daar heb ik een keer over gepraat. The Zone of Interest, hebben we het ook over gehad. Bedoel je terecht dat The Promised Land hier niet tussen staat, als ik zo die titels opnoem? Want ik sta al van deze films hebben jullie gekeken. Io Capitano heb ik wel eens een keer over verteld. Dat gaat over de twee broertjes die van Dakar naar Europa afreizen. Perfect Days, die heb ik zelf nog gemist in de bioscoop. Die heb ik nog niet gezien. Society of the Snow, die hebben samen gekeken. Teacher's Lounge is ook echt heel goed. Teacher's Lounge is ook een Turkse regisseur. En The Zone of Interest, die hebben ook een beetje lastig te vergelijken. Want als ik zo kijk naar The Zone of Interest... Die mag er wel tussen. Ja. Toch? Ja. Maar er is gewoon geen plek. Ja, dat is het. Maar dan vind ik The Zone of Interest meer impact hebben of zo, op een of andere manier. Op emotie dan The Promised Land. Ja, The Zone of Interest heeft volgens mij ook echt prijzen gewonnen voor beste audio effect bij de BAFTA, volgens mij. Ja. Maar aan de andere kant denk ik van The Zone of Interest, ja, misschien klinkt een beetje raar. Te vaak gehoord het verhaal, soort van. Ja. Zo'n soort verhaal. Je hebt het onderwerp al mee, toch? Ja. Toch, het is al... The Zone of Interest, dat vond ik dan gewoon niks. Ik weet niet, ik vond Promised Land veel beter. Ja. Ja. Maar wat ik ook nog wel opvallend vond aan de films is, dat wist ik nooit. Maar wat rijkt Deens toch verdomd veel op Duits. Vind je niet? Ja, maar er werd ook Duits gepraat in de film. Nee, maar ook gewoon sommige deelsen. Zegt hij tegen dat kleine meisje, zegt hij bijvoorbeeld... Zij zegt iets van, wat is dat, blablabla. En dan zegt hij, dit zijn huppel de pup. En dan hoor je Nikke kartoffelen. Ja. Maar ik heb wel het gevoel dat een beetje op Nederlands lijkt, man. Of het had nog geen naam. Want ze kenden het nog niet in Denemarken. Het zijn de aardappelen uit Duitsland. Ja. Want hij vertelde van, komt uit Frankrijk, Duitsland, blablabla. En misschien dat hij daarom die Duitse benaming maar heeft. Maar is dat niet die overgang? Want het waren toch toen destijds Germaanse talen. Dus ja. Dat het ook een beetje allemaal was... Want, gemixt. Ja, want volgens mij kwamen... ook een gedeelte kolonisten uit Duitsland. Uit Duitsland, dus. Nee, maar hij zei ook Zufort op een gegeven moment. Ja, maar ik heb ook, en het klanken was heel erg ik Duits. Ik had ook het gevoel dat een paar Nederlandse woorden werden er ook doorheen gegooid. Oh, dat had ik niet. Ik vond echt de klanken vond ik echt Duits. En toen hoorde ik woorden als kartoffelen en Zufort. Ja, en toen dacht ik echt van, dit is gewoon Duits, man. Ja. Klopt. Dat is gewoon Duits. Maar als het niet het huidige Deens is, dan hebben ze gewoon de taal van toen geïmplementeerd in het verhaal. Vind ik dan dat is nog dingen gek. Ja. Ik had het toen ook met Far Cry Primal was dat was zo'n game en dan ga je weer Far Cry ken je misschien wel die zie ik dingen en dan gingen ze terug naar 10.000 jaar voor Christus en schijnbaar hadden ze voor die game hadden ze ook echt onderzoek gedaan naar de taal van toen en dan hebben ze gewoon echt de taal van toen hadden ze geïmplementeerd in de game. Godsnaam taal ja maar ik vind dat wel als je dat doet
dan is het wel dat extraatje. Want dat, ja, dat, dat zagen we ook bij The Color Purple. Ja. Ja. Ook die grammatica hebben ze er ook gebruikt. Is you. Ja, ja, I and I. Ja. Oh nee, dat was bij Bob Marley. Was dat was bij I. Maar wat ik me dan afvraag, hoe doe je onderzoek naar een taal wat 10.000 jaar voor Christus werd gesproken? Gewoon van die scripties en zo terugvinden, toch? En dan ontrafelen en dan koppelen die en aan die. En dan is het er nog altijd een theorie. Ik denk precies. Niet een dingen is, hoe heet dat, een volle feit. Maar dan gaan ze kijken van dit, ja, vrij logisch dat dit dan ook daaraan overeenkomt. Ja, en noem het maar op. En dan zal dit het wel zijn geweest. Ja, vast wel. Ja, maar keihard bewijzen, dat kan dan wel weer niet. Nee, klopt. Maar ja, gewoon A for effort toch dan? Ja, zeker. 100%. Mm-hmm. Hey jongens, ik had ook nog een karakter in de film. Priester, Anton. Mm-hmm. Anton. Ja. Vonden jullie hem op iemand lijken? Nee, ja, nee, niet. Niet. Misschien als je het zegt. Top. Ik heb hier bij mijn notities heb ik twee foto's. Je kan hem ook in de edit zien. die priester, die lijkt toch op Tom van Kalkhout van Rundfunk? Nee, man. Bredere kaak, man. Nee, maar even serieus. Die twee die lijken toch op elkaar? Nee, man. Ik kon die Anton op een gegeven moment ook niet meer serieus nemen. Maar dat is wel zo'n Rundfunk-karakter. Ja. Nee, zoals ze zeggen, die komt ook in de edit. Ja. Kunnen de kijkers mooi, het ook zien. Ik dacht van, what the fuck? Is dat hij van Rundfunk? Maar natuurlijk was hij het dan uiteraard niet. Maar de Deense versie van Tom van Kalkhout uit Rundfunk. Ja. Hey jongens, hebben jullie nog opvallende dingen uit de film? Los van taal. Want de taal was, hè? Konden we concluderen dat het best wel interessant was. Die martelingen vond ik wel bruut, man. Ja. Ja, ja, maar dan zeg ik ook, die Schinkel. De Schinkel. Die haalde echt dat was ook zijn enige stress, hè? De Schinkel. Ja, dat is ook, maar dat is echt zo'n kut kind die je allemaal heeft geërfd en die je zelf helemaal geen mijn vader was. Dan, juist, ik ben de Schinkel. En het geld van zijn vader, wat hij heeft verdiend. Nee, maar echt met dat kokend water wat ze dan in die kooi gooiden en zo, weet je. En dan gewoon net zo lang doorgaan. Ja. Nog één voor de dames. Ja. Nog één voor de dames. Ja, ja, ja. Ja, en uiteindelijk, de dames werden zijn fataal. Want moeten we niet... Conclusie, rating? Of hebben we alles al een beetje besproken over de film? Ik heb verder niks toe te voegen. Echt een leuke film overigens, man. Ja, echt een leuke film. Nee. Klopt. Laten we zeggen. De scores laten dat ook wel zien, hoor. Ja, want de scores hebben we hier ook. Op Tomatometer heb ik de score gezien. Tomatometer 96%, audience score 95%. Ja, IMDb 7,7 en op Letterboxd een 3,9. Jongens, conclusie en rating? Ja, deze film die zet me wel aan om misschien meer Scandinavische films te gaan bekijken. Want het is best wel een goede film. Ik ga voor een 4. 4 sterren. Ja, ja, zeker, man. Het verhaal vond ik sterk en hoe die ook meesleept qua emoties door de film heen, vond ik ook heel sterk gedaan. Dus ik geef het ook 4 sterren. Jongens, ik schud jullie de hand. Ik had ook 4 sterren. Echt een goede film. Ja. Bewijs maar weer dat je niet zo heel veel nodig hebt om een goede film te maken. Mm-hmm. Los van een oud kasteel, een beetje kostuums en goede acteurs. Maar ik had ook 4 sterren, man. Ja. Ik heb echt genoten van deze film. Jammer dat kijk, dat rijtje wat genomineerd is, dat zijn wel echt goede films. Maar deze, als er nog één plek over was, dan mocht deze er ook tussen staan. Ja. Mm-hmm. Maar 4-4-4, gemiddeld 4 sterren. The Promised Land krijgt van ons 4 sterren. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van wederom een nieuwe The Video Corner Review episode. Waar The Promised Land van ons 4 sterren heeft gekregen. Hebben genoten van de aflevering? Vergeet dan niet te abonneren. We zijn te vinden op YouTube, Spotify, Apple Podcasts en Podimo. We zijn ook te vinden op verschillende social media kanalen. Waaronder andere Instagram, Facebook en TikTok. Op Instagram en TikTok heten we @TheVideoCorner. Op Facebook TheVideoCorner. Jongens, bedankt voor jullie aanwezigheid. Jij ook bedankt. Luisteraars, bedankt voor het kijken / luisteren. Nog een belangrijk dingetje. Wil je The Promised Land kijken? Volgens mij is die vanaf 7 maart. Te zien in de bioscoop. Ja. Nou, wij is vanaf 7 maart te zien. Nou, wij nemen natuurlijk iets eerder op. Wanneer deze aflevering online is, is die volgens mij al uit. Mm-hmm. Daarmee zeggende, volgende week hebben we dus weer een nieuwe aflevering waarin we gaan bespreken The Spaceman. Of niet The Spaceman, Spaceman. Dune Part 2, de lang verwachte film. En Origin. Zorg ervoor dat je erbij bent. Vergeet dan niet te abonneren. Zet het belletje aan. En zo mis je niks. Tot dan. Hasta la vista, baby.
Heb jij genoten van onze aflevering en wil jij graag adverteren in een van onze podcasts? Dat kan. Mail dan naar adverteren@back-corner.nl.